kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, ofwel de Rotjoch. Welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ook een heel ander soort video als normaal gesproken. Maar hier gaan we top 10 tips voor in Mindtopia voor beginner. En gewoon 10 tips eigenlijk die je kan gebruiken als Mindtopia beginner. Om eigenlijk een beetje aan de bak te kunnen. Let's go op nummer 1. Als eerste tip is gewoon een hele makkelijke en ook eigenlijk wel de belangrijkste. Stop met derpen en ga aan de slag. Ik zie gewoon veel te veel spelers die gewoon aan het derpen zijn. Rond parcours zijn, rondlopen zijn, een beetje fanboy uithangen. En eigenlijk niet aan de slag gaan, maar vooral aan het kloten zijn in Mindtopia. En uiteindelijk zeggen, ja, maar ik kan geen baan vinden. Omdat ze gewoon niet aan de slag gaan. Zet te veel aan het rondlopen, ga aan de slag, ga wat doen, kom in de server, maak een cv, knal er gewoon eruit, kopieer hem 100 keer en let's go, ga aan de slag. Dat is tip nummer 1, stop met derpen, ga gewoon lekker aan de slag, ga wat doen. De tweede is de volgende, zoek een baan. Zoek gewoon een baan en stop met kloten. Ja, er zijn niet genoeg banen voor iedereen, niet de hele server kan een baan hebben. Nee, dat klopt. Dat is gewoon zo, maar inderdaad, ga eens eerst beginnen met een baan. Ga niet zoveel geld proberen te stoppen en zeuren dat je geen bedrijf kan openen omdat je geen geld hebt. Want eerst moet je geld hebben om een bedrijf te kunnen openen. En doe je maar op één manier, dat is door geld verdienen. Als jij geen geld hebt, kun je ook geen bedrijf openen. Dat gaat het ook nooit worden. Dus in plaats van te gaan huilen dat je geen geld hebt, zoek een baan. Weet je hoe je dat doet? Maak een goed cv, maar dat komt bij punt nummer 3. Ga ervoor, ga gewoon een baan zoeken. Op naar nummer 3. 3 is maak een mooi cv. Maak een mooie sollicitatiebrief. Het is echt heel belangrijk om gewoon een goede sollicitatiebrief te maken. Waardoor je bij winkels heel professioneel overkomt en heel makkelijk te lezen is. Zodat jij sneller aangenomen wordt. En nee, ellenlange papieren met 60 bladzijden, dus dat werkt niet. Echt niet. Het hoeft helemaal niet zo goed te zijn. Maar het moet gewoon standaard een goede sollicitatie zijn. Het is heel makkelijk eigenlijk gewoon. Erin moet staan je naam, je Minecraft naam. Misschien hoe je bereikbaar bent. Ja, ik heb een microfoon en Teamspeak. Dat helpt gewoon echt. Ja, ik heb een microfoon en Teamspeak. Ik ben zoveel per uur per week online. Ik ben al zoveel uur online geweest in Mindtopia. Dus ik heb ervaring. Pats. Meer hoef je niet te laten weten aan die mensen. Dus dat dan laat weten. En een korte, hele korte samenvatting. Af en toe een kleurtjes, mooi ingevuld met streepjes. Dat je laat zien dat je moeite doet voor je sollicitatie. Dat is heel belangrijk gewoon. Als je een beetje laat zien van, hey, ik wil moeite doen om hier te kunnen werken. Dan heb je het eigenlijk heel goed gedaan. Dus de kans is heel groot dat je aangenomen wordt. Vul gewoon een goede cv in. Maak een goed cv. Kopieer hem een paar keer. En had ze flats, gewoon verspreiden die handel. Kom ik bij punt 4. Het volgende is eigenlijk ook een standaard, hoort erbij. Solliciteer gewoon 1000 keer tot je een baan hebt. Want ja, je hebt gewoon geld nodig en je moet gewoon een baan hebben. Of heel veel geluk hebben dat je in één keer iemand tegenkomt die jou geld geeft. Maar die kans is heel erg klein. Dus ga solliciteren tot je ermee neervalt. Ik heb gezegd, ik heb gehoord, ja, ik heb al 60 keer gesolliciteerd, geen baan, ik heb geen antwoord. Dus ik ga wachten. Nee. Stop daarmee. Ga lekker solliciteren tot je ermee neervalt. Pak een sollicitatieformulier, zoals ik zei, kopiëren 64 keer ergens. Zorg dat je het gewoon geschreven hebt. En ga het uitdelen. Ga naar elke fucking winkel. Stop het erin. Ook al wil je er misschien niet werken op dat moment. Stop het er gewoon in. Tot eentje antwoord. Dus inderdaad, ga gewoon alle steden langs. Ik denk dat er iets van 400 bedrijven zijn op het moment in Mindtopia. Ga al die bedrijven langs. Doe het. Ga er langs. Gooi het in een brievenbusje. Maak er wat van. Ga gewoon miljoenen keren solliciteren. Tot iemand zegt van, hey, nou is goed. We gaan proberen om met jou te werken. 5 heeft eigenlijk niet echt te maken met geld of met werken, maar met iets anders. Dat is geld wasten. Er zijn heel veel mensen die geld wasten in het begin, oftewel verspillen aan fitness. Iedereen wil graag een hoge fitness hebben, dat klopt. Dat is ook een deel van je level om fitness te hebben, maar dat is niet de meest makkelijke manier om fitness te krijgen. Of je level te krijgen om hoger level te komen. Het belangrijkste is inderdaad, zorg ervoor dat je gewoon geld verdient in het begin. Want met geld maak je geld. Ga je geld niet verspillen aan fitness, echt niet. Want stop je geld in fitness. Fitness is eigenlijk iets voor hogere levels. Voor mensen die geld hebben. Want fitness is duur eten. Vitaminepillen. Veel trainen. En trainen is inderdaad ook tijd verspillen. Die had kunnen stoppen in het zoeken naar werk. Dus fitness. Wacht ermee tot je in ieder geval level 3 of 4 bent. En een baan hebt. Zorg eerst dat je een baan hebt. Eerst de basis doen. Dus eigenlijk inderdaad gewoon zorg dat je werk hebt. Dat is de basis. Dan pas ga je richting fitness. Denk er gewoon aan. Wees je gaat naar fitness. En ook niet al level 1 aan kleding. Ja, zoals ik zeg, je komt er professioneel van over. Bij meeste baantjes. Maar meeste blijft alsnog de persoon die jij bent. Hoe jij werkt. Waardoor jij toch je baan gaat krijgen. Dus let erop. Wees je geld niet aan fitness en andere dingen die je eigenlijk niet helemaal nodig hebt. De volgende is weer een stapje verder. Dus denk goed na over je onderneming. Het gaat ervoor dat dus je hebt toch al een baan gekregen. Je hebt geld verdiend. En je wilt toch graag je eigen bedrijf openen. Hartstikke top. Vooral doen. Want met je eigen bedrijf kan je uiteindelijk meer geld verdienen als je het goed aanpakt. Maar denk goed na wat je gaat starten. En kopiëren, dat werkt vaak niet helemaal goed. Tenzij je echt een goed concept hebt. Wat je iemand steelt. Maar altijd een gezegde is dat inderdaad beter goed gestolen dan slecht verzonnen. En heel simpel, als jij bijvoorbeeld nu ook gaat kopiëren van bijvoorbeeld een kleine, een etenswinkel. Er zijn er duizenden die eruit moeten concurreren. Je bent één van de velen, dus
je kan wel wat geld verdienen, maar hoop niet dat je heel veel miljoenen gaat doen. Dus zeg maar, ook als je klein, als je dus gaat investeren in een voedselwinkel, maak het lekker klein en zorg ervoor dat je gewoon dat verdient. Een klein beetje geld ermee en daar iets anders gaat doen. Want inderdaad, denk goed na over de onderneming die je wilt starten, of het wel handig is of het gaat verdienen. Inderdaad, mensen die ook een nachtclub gaan openen, niet lullig bedoeld, maar je gaat niet mijn nachtclub die ik gisteren geopend heb eruit concurreren. Dat ga je niet doen, dat lukt je niet. No offense. Maar als ze kunnen kiezen tussen of een hele grote nachtclub ter waarde van over 500.000... of jouw nachtclub ter waarde van 20.000 waar de dansvloer kleiner is als mijn keukentje of achter mijn bar daar zo. Ja, dan is de keuze voor die spelers snel gemaakt. Dus denk in dat goed na, eerst, dus terwijl je al werk hebt, dat moet je natuurlijk doen, wat voor onderneming je wil starten en hoeveel geld je daarvoor over hebt, hoeveel het je gaat kosten. Dus werk aan een doel. Stel je vaak, ik wil graag een bedrijf, heb ik toch wel in de voedsel, en moet ik 60k voor hebben. 20k voor plot, 30k voor een huis, bad, 60k en dan 10k voor eten in te kopen of zo. Dat kan, weet je, dat kan. Denk goed na hoeveel geld je wil hebben en ga daar naartoe werken. Dus zet een goal voor jezelf inderdaad, van hey, hoe ga ik mijn onderneming op kunnen starten? Denk daar goed over na, want dat is heel erg belangrijk. Volgende is ook een hele goeie, dat is eigenlijk een hele belangrijke, waar heel veel mensen profijt uit gehaald hebben en waar ik ook zelf mijn werknemers gevonden heb. Zoek goede vrienden. Ga gewoon vrienden zoeken, zoek de juiste vrienden en het heel handig is, doe dat op Teamspeak. Waarom op Teamspeak? Op Teamspeak praat je met mensen daadwerkelijk. Dan hoor je daadwerkelijk hun stem. Dan hoor je hoe oud ze zijn, hoe ze praten, hoe volwassen ze zijn en hoe ze denken. Ook altijd met mensen, mensen die ik werk inderdaad, ook met mijn winkel, die Neil VD. Het eerste wat ik tegen me zei, kom op Teamspeak. Ook nog eens in de livestream. Dus de eerste keer dat ik hem hoorde praten überhaupt, hij kwam gewoon normaal over. Ook maar niet uit als iemand jong is. Ook al ben je 11 of 12, ik weet niet hoe oud Neil is, 14 volgens mij nog steeds. Joh, ik heb hem gesproken. Hij komt gewoon normaal over. Van, hey, joh, ik ben Neil. En bla, 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 bla. Doe dat. Zoek vrienden. Zoek de juiste vrienden. Want samen sta je sterk. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Ga met z'n allen samenwerken. En op Teamspeak. Dus ts.dusdavidgames. Is gewoon de Teamspeak van dusdavidgames. Is gewoon een hele grote groep aangemaakt voor Mindtopia spelers. Daar kun je gewoon mensen leren kennen. En als je mensen leert kennen, dan gaan ze met je willen samenwerken. Want dan vertrouwen ze je. En op die manier hebben ze ook werknemers nodig voor hun werk, hun banen of hun bedrijfjes, waardoor jij daar kan werken. Dus ga op Teamspeak, zoek gewoon vrienden in Mindtopia, want dat is heel erg makkelijk en belangrijk. Dus doe dat. Volgende is eigenlijk lastig om je ervan te behoeden, maar let goed op scammers. Alsjeblieft, let goed op scammers. Want heel veel mensen worden altijd gescamd op de meest stomme manieren. Echt heel dom. Belangrijk is altijd eerst ontvangen, dan pas geven. Stel je voor, jij betaalt voor iets, dus je wilt kleren kopen voor iemand op straat, ook al is het illegaal op die manier. Zorg ervoor dat jij eerst die kleding krijgt, dus eerst die kleren ontvangen, dan pas geef je je geld. Want wat er vaak gebeurt, stel je voor, jij geeft je geld aan diegene, die gast rent gewoon weg, klaar. Dan ga jij naar de politie, maar ja, jij hebt illegaal proberen te straathandelen, waardoor jij ook nog strafbaar bent. Inderdaad, altijd eerst ontvangen, dan pas geven. Dat is altijd eerst, zeg maar, krijgen de kleding, of andersom juist, in de winkels natuurlijk andersom. Eerst geld krijgen, dan geven. Dus denk goed na inderdaad hoe je dat wilt doen. En over contracten, ik heb ook al eens een paar mensen gehad die dan een contract tekenen, geld gegeven hebben, want ze hebben het contract ontvangen. Mensen zeggen, ja, laat mij het contract nog eens even lezen dan. Dan geven ze het contract terug, en dan lopen ze weg met het contract, en hebben ze gewoon het geld, en zij hebben het bewijs van jouw contract. Hou altijd dat contract bij je. Als hij zegt van, nou, ik wil het toch nog even lezen, kopieer het eerst, weet je, we maken eerst een kopie van. Zorg er gewoon voor dat je inderdaad altijd zelf de touwtjes in handen hebt. Hetzelfde als je een winkel opent, als je bij iemand een bedrijf wil starten met mensen. Probeer ervoor te zorgen dat de naam van het bedrijf op jouw naam staat. Dat plot, waardoor jij de baas bent en niet de ander. Waardoor hij jou niet meer kan ontslaan, want het is zijn plot. Zorg daarvoor. Laat je niet scammen op een hele makkelijke manier. Volgende is handig, weer op Teamspeak en in Mindtopia zelf. Kom professioneel over, niet als een ultra, hyperactieve, super toffe fanboy, zeg maar. Fanboys, hartstikke cool, of fangirls, hartstikke tof. Ik vind het heel leuk dat mensen heel erg fan zijn van mij of van andere mensen. Maar wat gebeurt er nou als je een zakenrelatie met iemand aangaat die niet professioneel overkomt? Je vertrouwt ze gewoon minder. Als ze heel vervelend gaan lopen doen en super hyperactief zijn eigenlijk vooral en vervelend zijn, dan kan je moeilijk met ze samenwerken. Je moet overkomen alsof je inderdaad gewoon wil werken voor die winkel en laat zien dat je het kan. Zoals Neil, hij kijkt mijn video's, hij is dus een soort fan van me, want hij kijkt mijn video's. Hartstikke top, maar hij heeft gewoon normaal gewoon de eerste keer met me gesprak, zei ik inderdaad, joh, Neil, relax, komt allemaal goed. Hij is prima, is helemaal toppie. Goed gesprek gehad, gewoon normaal overgekomen. Als je normaal overkomt, dus professioneel overkomt, dus normaal, krijg je heel snel een baan. Dus kom gewoon normaal en professioneel over, niet als een hyperactief lijpootje, zeg maar. Belangrijk. En dan de laatste, het stond weer over het vrienden zoeken. Het belangrijkste is, maak met je vrienden samen een groep aan en ga samen iets starten. Want er is iets, dat is heel bekend in Nederland, dat is heel bekend, samen sta je sterk. Weet je, weet nog van mij in het begin, die serie met Van Zero to Hero, met
Nobody Noticed, waar ik met vrienden in één keer een bedrijf heb kunnen openen in een dag. Samen sta je sterk. De F5, samen staan we sterk. Kijk naar de Walmart, grote groep mensen, samen staan we sterk. Epic King Pieter, met zijn vrienden hebben ze iets opgestart, steeds meer uitgebouwd naar iets groters. Red Maniac, precies hetzelfde. Allemaal gasten in de surf met veel geld, die met de groep samenwerkt. En waarom? Het werkt gewoon goed als je in de groep samenwerkt. Lone Wolves is heel moeilijk. In je eentje ga je niet 100k kunnen opbrengen. Als je al 10 vrienden hebt met 10k, heb je dat al. Je moet elkaar goed kunnen vertrouwen. Dus inderdaad, nogmaals, dus kom je terug naar de vorige tips inderdaad. Ga op Teamspeak, zoek mensen die je daadwerkelijk kunt vertrouwen. Goede vrienden. En samen ga je iets doen. Samen sta je sterk, waardoor je samen met z'n allen opbloeit naar rijke mensen. En uiteindelijk misschien kun je uit elkaar gaan als vrienden en eigen bedrijven starten. Maar het begin werken jullie samen. En dan moet je er natuurlijk heel zorgen voor duidelijke, goede afspraken. Inderdaad, met een contract van laat je niet scammen. Ook niet door je vrienden, laat je niet backstabben. Zorg ervoor inderdaad gewoon dat je goede contracten hebt, goede vrienden hebt. En samen sta je sterk en dan ga je zo naar de top. Dat werkt gewoon het allerbest. Alright mensen, in ieder geval, dit waren 10 tips in Mindtopia voor beginnende spelers. Let er goed op, ik heb ze allemaal opgenoemd. Ik ga nog één keer doen, stop met durpen, ga aan de slag, zoek een baan, maak een mooi cv. Wees je geld niet aan fitness en andere domme dingen die je niet nodig hebt in het begin in ieder geval. Denk goed na over je onderneming, aan je plan, wat wil je doen en hoe ga je dat bereiken, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maak vrienden, kom op Teamspeak van ts.davidgames waar je met ons allemaal kan praten. Met allemaal mensen waardoor je ze beter leert kennen en ze je gaan vertrouwen. Let goed op scammers, niet gescamd worden, dat is natuurlijk ook heel handig, niet gescamd worden. Kom professioneel over, zorg ervoor dat je normaal overkomt en niet als een idioot natuurlijk, dat is heel belangrijk. Maak een groep aan met vrienden, want samen sta je sterk. Dat zijn eigenlijk tips die ik jullie heb kunnen geven. Hopelijk hebben jullie er wat aan. Hopelijk zie ik jullie allemaal binnenkort heel erg rijk worden. Laat me even beneden weten in de comments of je iets gehad hebt in deze tips. En dat je denkt van, nou deel, je hebt gelijk. Ik ga gewoon aan de slag. Ik ga aan het werk. En laat me eens even zien dat jullie het waard zijn om rijk te kunnen worden in Mindtopia. Want ik hoop jullie allemaal te kunnen zien binnenkort in Cosmopolitan. In een van mijn grootste gebouwen. Want ja, dat lijkt me gewoon hartstikke tof als spelers inderdaad heel rijk worden. Want daar hou je gewoon van. En niet mensen van de staf, maar daadwerkelijk spelers. Want een paar mensen hebben dat wel gedaan. En die paar mensen die dat vallen doen, die houden zich allemaal aan deze tips. Zijn niet gescamd, hebben een vriendengroep, hebben veel geld, hebben hun geld niet gewaste. En die zijn heel goed bezig. Mensen, ik wil helemaal bedankt voor het kijken. Zeker even een blauw duimpje omhoog doen als je het awesome vond. Ik zie jullie graag in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Later was het ziens. En natuurlijk, peace!